Goedemorgen, we zijn alweer aanbeland bij de derde en de laatste dag van het MWC. Vandaag willen we naar Vivo om de telefoon te zien met de in-screen fingerprint scanner. Verder gaan we nog naar Wiko, het Franse telefoonmerk. En wij willen ook nog wat dingen bekijken die niet zozeer telefoon zijn. Ze hebben virtual reality tafeltennis, man. Virtual reality tafeltennis! Ik heb wel verloren, maar het was wel echt een hele bizarre ervaring. Je kon de balletjes zelfs met effect geven en het was even wennen in het begin qua diepte en gevoel met de bal, maar ik wil het ook. We hebben bij Coolblue natuurlijk best een behoorlijke collectie met verschillende segmenten telefoons. Van instapmodellen tot topmodellen. Maar hier in deze zaal hebben ze de Chinese start-ups staan. Die proberen daar een graantje van mee te pikken. En eigenlijk lijken alle telefoons op de vlaggenschepen die we al kennen. Dus dat is wel heel grappig om te zien. Op deze manier is Apple ondanks zijn afwezigheid toch nog een klein beetje vertegenwoordigd op de MWC. We hebben stiekem nog even snel een videootje gemaakt over de U11 Plus. Ik vind HTC namelijk best wel een vet merk. En het is een beetje op de achtergrond gekomen, omdat ze zelf ook heel veel met de Vive bezig zijn. Dat zie je hier ook op de stand. Maar U11 Plus is zeker het overwegen waard. Dus de video komt natuurlijk op ons kanaal. Ik loop hier net langs Haier en die ken ik eigenlijk alleen maar van koelkasten. Maar ze hebben dus ook horloges tegenwoordig. Maar ik moet zeggen, als ik het ontwerp zie, dan hebben ze nog wel een beetje afgekeken van de koelkasten volgens mij. Wat een deceptie. Ik dacht dat je je telefoon kon laten vliegen hiermee, maar kennelijk is het gewoon een drone die je kan bewaren achter op je telefoon. Doe het dan niet. Tuurlijk, hologrammen. Kan allemaal gewoon. Lekker Star Wars. Het ziet er wel echt heel tof uit. We leven in de toekomst.